Oké, dan, daar is je dan, de video. Eigenlijk wel een van de, of nou, eigenlijk wel de dikste video tot nu toe dan op dit kanaal. De M20 B25 gaan we opbouwen. We gaan in ieder geval een flink begin maken. Zuigers gaan erin, krukkers gaat erin, laagschalen, nieuw. Misschien de kapjes aan de zijkant erop. Maar in ieder geval, het hart van de motor, dat gaat door in elkaar. Voordat we hiermee kunnen beginnen, moet ik het blok nog even spuiten. Ik wil hem graag in een mooie kleur hebben. Ik heb speciale industriële lak, als het goed is, heel goed. Uiteraard gewoon mooi zwart. Niet hoogglans, beetje zijdeglans, satijn. En de zuigers moeten nog gemonteerd worden. Ik heb nieuwe zuigers. Drijfstangen hou ik gewoon de originele, want ja, daar is niks mis mee. Dus de zuiger moet overgezet worden. Dat heb ik thuis gedaan. Dat ga ik hierna laten zien naar het blok spuiten. En als dat allemaal klaar is, dan komen we hier weer terug. Blok in de standaard. Als het goed is, deze werkbank helemaal vol, netjes met de spullen. En dan gaan we gewoon het blok bouwen. Duurt voor mij nog 2 dagen. Ik kan echt niet wachten. Nu nog even de voorbereidingen treffen. En dan... zo goed. Let's go. Oké, dan de verf staat klaar. Blok helemaal geschuurd, ontvet. En ja, klaar voor de paint. Dus let's go! Blok helemaal gespoten. Ik heb er vast Pietje zo er weer uitgehaald. Dit laat ik nog even zitten voor van het weekend. Dan komt er ook niks in. Ja, ik ga nu weg. Maar als het goed is, gaan we hem nu bouwen. Oh nee, zuigers monteren. Eerst zuigers monteren. En daarna gaan we bouwen. Let's go. Oké dan. En daar liggen ze dan. Alle zuigertjes. Tijd om te monteren. Ik heb eentje al gedaan. Even een beetje oefenen. En de rest gaan we nu doen. Dus let's go. Blok staat hier klaar, mooi in de lak zoals je kan zien. En hier liggen alle onderdelen, het spreekt allemaal wel een beetje voor zich. Zuigers, krukas, laagjes erin zetten en dan komt het allemaal wel goed, spreekt allemaal voor zich. We gaan in ieder geval beginnen met de krukas, dus de nieuwe drijfstanglaag of de krukaslaagjes gaan erin zetten. Krukas monteren en daarna gaan we beginnen met het monteren van de nieuwe zuigertjes. Ik heb natuurlijk nog niet verteld wat er precies gebeurd is met de revisie, maar hij is dus gewoon 0,5 mm opgeboord. Opnieuw gewoon, het dek is gevlakt, dus eigenlijk in principe alles wat je kan doen met een motorblok heb ik laten doen, dus hij is gewoon weer helemaal nieuw. De zuigers, overmaat zuigers uiteraard, de originele drijfstangen, 84,5 mm, ja, is gewoon helemaal nieuw. Ik zei dus altijd, we gaan hem opwonen en hopen dat het een beetje, ja, voor een leuk bedrag kan. Is uiteindelijk een beetje uit de hand gelopen, maar
ja, hij is wel helemaal nieuw straks. Dus let's go. De krakkers zitten erin, alle bouten mooi nagetrokken en gaan nu omdraaien en alles uitmonteren. Oké, zoals je kan zien, hij zit gewoon weer helemaal in elkaar. 6 zuigertjes, krukasje, allemaal nieuwe lagers. Ja, volgens mij kan het gewoon niet beter dan dit. Het ging aardig soepel. Zuigerfeest altijd een beetje gepiel met die houder. Maar voor de rest, krukasje lag zo in. Ja, zuigertjes zaten er zo in. En alles gewoon heel en alles werkt, dus ik ben helemaal blij. Ja, ik heb niet heel veel gepraat, maar er valt ook niet over te praten. Het gaat vooral natuurlijk om de beelden. Zoals we kunnen zien... Beelden heeft iemand anders gefilmd. Ik had een collega van mij gevraagd die daar wat meer ervaring heeft en nog zieke speel heeft. Dus thanks John. Mocht je dit zien. Vergeet niet te liken. Abonneren. Vooral abonneren. Die content die er aankomt, jongen, die is dik, jongen. Echt straks dat ding staat, hè. Dit ding gaat gewoon. Zal nog wel even duren, maar gaat wel een keer starten. Wil je dus niks missen? Vergeet dan niet te abonneren. Doe even een like op deze video en dan zeg ik tot de volgende.